In de Nationale Assemblee is gisteren de behandeling van de ontwerpwet na de wijziging van de wet op verdovende middelen voortgezet. Het wetsontwerp was sinds mei dit jaar niet meer op de agenda geplaatst. De wet moet onder meer de oneigenlijke handel in chemische stoffen die gebruikt worden bij de illegale fabricage van verdovende en bewustzijnsbeïnvloede middelen effectief bestrijden. Ook is de wijziging bedoeld om de wet verdovende middelen aan te scherpen. Volgens de voorzitter van de commissie van rapporteurs, Roger Hopkinson, is de wijziging van de wet een verplichting die voortvloeit uit het door Suriname geratificeerd VN-verdrag tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen. Waar de commissie veel tijd aan heeft besteed, is de productie van industriële hennep die in het wetsontwerp is opgenomen en daarmee wordt gelegaliseerd. Wij hadden met de procureur-generaal, de hoogste vervolgingsambtenaar ten lande, is gesteld geworden dat het onraadzaam zou zijn om alle bepalingen ten aanzien van die industriële teelt op te nemen in deze huidige wijziging van de wet op de verdovende middelen. En de procureur-generaal heeft daarvoor twee redenen aangedragen. Het eerste was dat het de wettekst moeilijk leesbaar zou maken. Maar belangrijker nog, meneer de voorzitter, de procureur-generaal vervolgde door te zeggen dat ook internationaal zulks niet gangbaar is. Hij zegt, elk land dat zit in die markt van die industriële teelt, een aparte Hemp Act, dat is hennep, Hemp Act, in het leven heeft geroepen. Nu dat wij dat weten, lijkt het mij raadzaam als wil Suriname participeren in die markt, dat je dat doet in lijn met wat internationaal gangbaar is. Krishna Mathura, ook lid van de commissie van de rapporteurs, was samen met haar fractie fervente tegenstander van het legaal maken van industriële hennep. Nu de PG en andere belangrijke instanties gehoord zijn, is die argwaan bijgesteld. We hebben geen moeite met het telen van industriële hennep, maar we vinden dat de voorwaarden onder welke de teelt moet plaatsvinden heel scherp in de wet moet worden opgenomen. Waarom de voorwaarden heel scherp moeten zijn, voorstellen? Omdat het ook internationaal zo is dat alle landen die industriële hennep teelt hebben toegestaan, dat ze die voorwaarden ook bij wet hebben vastgesteld. En enkele van de voorwaarden zijn bijvoorbeeld de meldingsplicht, de grond waarop het geteeld wordt, de zaden, speciale saaizaad, speciale rassen. En dat heeft te maken met om misbruik te voorkomen, maar ook omdat het onderwerp maatschappelijk nog heel erg gevoelig ligt. Zeker in onze samenleving. En dat vraagt nog een brede voorlichting wat ons betreft. En ja, ook de prioriteiten van de regering qua beleid. Van waar willen we nou specifiek beleid voor maken? Tot zover VAP-parlementariër Krishna Mathura. Zij is tevens lid van de commissie van rapporteurs voor de behandeling van de ontwerpwet nadere wijziging van de wet op verdovende middelen. De wet is gisteren behandeld in het parlement.